Wat betekent vrij op naam en welke kosten vallen onder vrij op naam? Je ziet die term vaak bij nieuwbouwwoningen, en wat er dan allemaal wel of niet bij inzit, de betekenis van kosten koper en vrij op naam vertel ik je hierna. En ik heb ook nog een link naar een handig overzicht met bijkomende kosten als jij een huis koopt. Ik ben Theo Heus en via makelaar bij Digimakelaars.nl, de makelaar van Nederland. We verkopen en kopen woningen door het hele land en we verkopen ook veel nieuwbouwwoningen. Kijk maar eens op Digimakelaars.nl. Als je een nieuwbouwhuis koopt, dan zie je er meestal bij staan vrij op naam. En dat dan in tegenstelling tot kosten koper, want die zie je juist vaak bij bestaande woningen. En je vraagt je misschien af hoeveel extra kosten je bij nieuwbouw dan nog krijgt. Maar ja, wat is vrij op naam en hoeveel extra kosten bij nieuwbouw heb je nog? Vrij op naam belooft heel wat, maar. Toch zijn er ook nog kosten die je wel moet betalen. De belofte is in principe dat je bovenop de koopsom niet hoeft te betalen voor de overdracht van het huis. Wat je bij Vrijopnaam niet meer hebt is de overdrachtsbelasting. De notariskosten voor de leveringsakte en de notariskosten voor de inschrijving bij het kadaster. Ofwel de kosten om eigenaar te worden van het huis. Bij Nieuwbouw hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen als je de eerste eigenaar bent. Bij Nieuwbouw betaal je namelijk btw, maar die zie je niet, want die zit al in de koopprijs van het huis verwerkt. Er is trouwens nu ook een regeling voor mensen onder 35... dat ze bij bestaande bouw eenmalig geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen. Daar heb ik een video over gemaakt en die vind je hier. Ook alle andere kosten zitten al in de koopprijs verwerkt... zoals de prijs van de bouwkavel, de kosten van de bouw... de aansluitingen van de nutsvoorzieningen en soms ook al sommige opties. Maar het gaat bij iedere projectontwikkelaar anders... dus het beste kun je vooraf even goed informeren wat er wel en niet allemaal in die vrij op naamprijs zit. Daarnaast kan het nog zijn dat je meer werk wilt dan het huis: een uitbouw, een mooiere keuken of een badkamer, leuker tegelwerk, een extra kraantje buiten. En daarvoor maakt de aannemer een offerte, zodat je weet wat dit gaat kosten. Heel veel van die standaarduitbreidingen vind je terug in een prijslijst die bij het bouwplan hoort. Je houdt natuurlijk altijd nog het een en ander aan kosten over die je wel moet betalen. Bijvoorbeeld de kosten voor je hypotheekadvies. En de kosten voor de notaris en kadaster voor het opmaken en het inschrijven van de hypotheekakte. En als je met NHG, dus Nationale Hypotheekgarantie, koopt, dan betaal je die kosten ook nog. Maar daarmee krijg je dan weer een lagere rente bij de bank. En daarnaast krijg je nog de inrichting, de afwerking, de tuin en je verhuiskosten. En dat zijn zaken om serieus rekening mee te houden, want dat kan best in de papieren lopen. Wil jij weten of nieuwbouwkoper een goed idee is? Kijk dan naar deze video. Vrij opname bij bestaande bouw komt soms ook voor. En dan betaalt de verkoper voor jou, de notaris en kadasterkosten voor de overdracht. En soms dan ook nog de overdrachtsbelasting. Je moet er wel even rekening mee houden dat je die kosten niet kan meenemen in de hypotheek. Dus als jij vrij opname bestaande bouw koopt, dan mag je meestal maar 97% van de vrij opname koopsom financieren. Hieronder vind je een link naar een handig overzicht met bijkomende kosten bij het kopen van een woonhuis. En vond jij dit een interessante video? Geef hem dan een like en deel hem met je vrienden. Als je je abonneert op ons YouTube kanaal en je klikt op de bel, krijg je iedere donderdag bericht als we weer een nieuwe video voor je hebben. Dag!